Mijn naam is Koos Janssen, burgemeester van de gemeente Zijst. In de lokale democratie is van alles aan de hand. Er zijn zorgen, maar er zijn ook kansen. Zorgen zijn er bijvoorbeeld over de aflopende opkomst bij de verkiezingen. Het opkomstpercentage wordt steeds lager. Een zorg is er ook over de afname in de betrokkenheid van de samenleving met de politiek. En ook politieke voorkeuren wisselen voortdurend. De politiek is wel haast een vluchtig verschijnsel geworden. Maar er zijn ook kansen in de democratie. In de democratie zien we tal van maatschappelijke initiatieven ontstaan, groepen, burgers die de handen ineens slaan op het vlak van praktijk of theorie en die maken het leven beter. Ook in de gemeente Zijs zijn we bezig met democratie, met de modernisering van de democratie. En dat brengt wat teweeg, samenleving en politiek samen. Zo dadelijk wil ik spreken over maatschappelijke initiatieven. Over de dynamiek rondom zo'n initiatief. Want hoe ga je daar nou precies mee om en hoe ontstaat het? Hoe geef je het een ontwikkelkans? Daarna wil ik het hebben over de rol van de verschillende spelers, de inwoner zelf, samen met andere inwoners. De politiek, het bestuur, de instellingen en organisaties. Hoe word je je omgevingsbewust? En hoe benader je ieder in de kwaliteit die er is? Op een zo effectief en zo goed mogelijke manier. En tot slot wil ik stilstaan bij tips, aanbevelingen om eruit te halen wat erin zit. Zo'n maatschappelijk initiatief ontstaat niet in een laboratorium. Maar ontstaat in het volle leven. En dan heb je met andere inwoners te maken, met de politiek, met leden van het college van burgemeester en wethouders, een ambtelijke organisatie. En alles zit in een eigen positie. En hoe zit dat dan met zo'n maatschappelijk initiatief? Er is al sprake van een groot verschil in mandaat. Want zo'n individuele inwoner, samen eventueel met anderen, die gaat aan de slag. En die krijgt te maken met de gemeente, en dat doet zich. Zomaar voor, voordat je het weet, dat de vraag wordt gesteld, ja, wie gaat erover en wie is de baas? Wie heeft het mandaat? En de raad is gekozen, en de burgemeester benoemd, en de wethouders weer gekozen door die gemeenteraad. En die medewerkers werken ten dienste van de samenleving, maar onder regie van die gemeente. Dus die mandaatkwestie, wie gaat erover, wie is de baas? Daar kun je verschillend over denken en dat is een schuurpunt, kan het zijn voordat je het weet, tussen politiek en samenleving. Een ander verschil is het verschil in tempo en werkwijze tussen maatschappelijk initiatief en de overheid. De inwoners bezig en actief met zo'n maatschappelijk initiatief, met passie en ideologie, gedreven om het snel te realiseren, het ideaal wat ze voor ogen hebben. En dan die overheid, die even afwacht en alles op zijn merites wil afwegen. En denkt van ja, waar is het eigenlijk voor en wat kost het? En, en denken we er allemaal zo over. En die het zorgvuldig wil doen, dus voordat je het weet, zitten we in een bureaucratische procedure. En daarnaast, een derde verschil dat ik in dit verband wil noemen, is het verschil in perspectief. De maatschappelijke initiatiefnemers, die denken van ja, het is goed voor de buurt. Maar het is maar de vraag of die waardeoriëntatie bij het maatschappelijk initiatief samenvalt met de waardeoriëntatie zoals die in de politiek gehanteerd wordt. En daar kan je dus verschillend over denken. En dat verschil in perspectief kan ook een reden zijn dat het stroef gaat bij de verdere ontwikkeling van dat maatschappelijk initiatief. Een maatschappelijk initiatief. Is niet vanzelf tot realisatie te brengen. Daar is best wat voor nodig. Belangrijk is bijvoorbeeld een omgevingsanalyse. Hoe zit het krachtenveld rond zo'n maatschappelijk initiatief nou in elkaar? Je hebt de samenleving zelf, de inwoners. Dat is één speelveld. Je hebt het speelveld van de gemeenteraad, de politiek. Een derde speelvat is dat van het dagelijks bestuur van een gemeente, het college van burgemeester en wethouders. En een vierde speelvat is de ambtenarij, de ambtelijke organisatie. En een vijfde, bijvoorbeeld de instellingen en instituties en in de mede-overheden. En die velden moet je allemaal al overzien en dat valt niet mee. Hulpmiddel daarbij is die, die velden te zien als de blaadjes van een bloem. En je staat zelf in die knop. Zo verbeeld ik het mijzelf soms dat ik als burgemeester met al die werkvelden in het midden sta. En soms bewandel ik dan zo'n speelveld, zo'n bloemblad, bijvoorbeeld de gemeenteraad. En dan doe ik dan de dingen die nodig zijn. En ik keer dan weer terug. Ik blijf er niet steken. En zo bewandel ik het speelveld, het bloemblad, college van burgemeester en wethouders, en soms van de ambtelijke organisatie, en soms weer de samenleving of mede-overheden. En die bladen staan niet los van elkaar. Eigenlijk verbeeld je je dan dat je hoofdrolspeler bent in zo'n krachtenveld. Waarin je alles op zijn goede waarde schat en het met elkaar bespreekt. In mijn werk als burgemeester van Zes noem ik dit de Roos van Koos. En wil je die krachtenveldanalyse nu goed doen als maatschappelijk initiatiefnemer, maar ook als medewerker van een gemeente, of als politicus, of als wethouder. Teken dan je eigen bloem. En denk, hé, hey, hoe werkt dat nou? En blijf niet steken op één veld, want dat leidt tot een soort blindheid. Overzie het hele veld. En teken je marsroute uit. Teken je eigen bloem, dan weet je de weg te vinden. Ik kom tot een afronding. De tip voor het bestuur is. College van burgemeester en wethouders... help de maatschappelijke initiatiefnemers. Help ze daadwerkelijk. Faciliteer ze. Sta stil bij die vraag hoe je dat het beste kan doen. En bij de politiek zou ik willen zeggen... zeg op voorhand ja. Geef de ruimte aan de samenleving. Dan worden het bondgenoten... om het beter te krijgen op lokaal niveau. En de medewerker zou ik willen zeggen... Vergeet even je professionele vakbekwaamheid. Want die kan een belemmering zijn op deskundigheidsniveau als je daar een, het goede gesprek wil voeren. Dus werk aan de relatie medewerker en inwoner. Want als die relatie goed is, kan je tot mooie dingen komen. En dan de inwoner zelf, tot slot. Die zou ik heel veel succes toe willen wensen en daarbij kan helpen goed na te denken. Over het formuleren van de waarde, de betekenis van het maatschappelijk initiatief. Want dat is de drijfveer om anderen in beweging te zetten. Maak die omgevingsanalyse. Met een beter begrip van de lokale democratie vergroot je de kans op het realiseren van je maatschappelijk initiatief. Veel succes!